Goedemorgen. Het is zondag, het is 9 uur. En ik zit wel op bed. Want ik krijg een wijze pijnaanval net. Lekker wakker worden. Nee, nou, ik was vanmorgen om 6 uur al het huis aan het opruimen. Hoe gek ben je? Maar het zonnetje schijnt weer en het is moederdag. Jee. Ik heb aspirintje ingenomen en ik hoop dat het een beetje zakt. Dan kunnen we nog iets doen. Geen bedrijf. Nee. Dus, het is even wachten tot de pijn zakt. En dan... go, go, go. Hoef niet zoveel te doen. Meiden zijn ook wakker. Ron is beneden. Nou, we hebben dadelijk wel een hoop te doen. Ik ga dadelijk eerst boodschappen doen. En dan... gaat Ron weer terug naar Ibo. Want die moet spullen halen voor de vijver. Dan moeten we de zakenwagen, de caddy wegbrengen, want die moet morgen gekeurd worden. Dan naar huis, denk ik. Even eten en daarna moet ik gewoon een Neo naar Ada brengen. Oh, het is best nog wel veel eigenlijk. Nou ja, veel. Maar voor mij is het nu veel. Als ik pijn heb, dan is alles te veel. Ik lig wel een grote vriend. Mijn vervangende room. Dus, nou, ik ga proberen te vloggen vandaag. Maar ik weet niet wat eruit komt. Ik heb als weer lekker een dagje tuin zitten. Dus dat gaan we ook lekker doen. Ik ga het eerst even wachten tot de pijn weg is, ja. Nou, mam. Dit is niet haar cadeau. Dit is mijn cadeau. Met een doos erbij. Snel. Dit is het eerste cadeau. Hoe is het? Mag als eerste beginnen? Nee, dat cadeau mag je als eerste openmaken. We moeten even wachten op Naomi uit. Zo. Ze is alweer terug met een korte reclame. Ik ben al aan het filmen. Kan dat nog? Nee, ik film jou niet. Oh, dan wordt dat... Dat is het eerste cadeautje. Even het los, maar... Ah. Oh ja, ik kan een kaarsje. Ja. Dat is leuk. Dat is de bedoeling. Dat vind ik leuk. Wat nou? Ik zal met die... Je kan deze eraf pakken, maar dan voorzichtig zijn. Ja. Oh ja, dat is lekker lang. Mama, wordt even... Ja, dichtgeplakt. Dit krijg je nou niet open. Geen. Dat is een leuk moederdags cadeautjes. Je wordt helemaal lekker verwend, hè, mama? Nee. Papa zit echt te kijken van, oh jammer, was ik maar moeder. Dan kreeg ik al die cadeautjes. Ja, je moet het opnemen, toch? Wel. Ik moet even een gaatje bij pakken dadelijk. Ik heb het nog. Alsjeblieft. Dat is heel mooi gemaakt. Ja, mooi. Kunnen we weer ophangen? Ja. Ja, papa heeft dat ding nog steeds te hangen. Voor mij. Ik kan ook nog hangen. Dus ik kan wel wat sieren en dan kan ik hem daar ophangen. En nu? Nou, ik kan die doen. Deze? En die heb je ook nog vast. Ja, anders vallen ze er allemaal vanaf. Hey, ik had dat bekertje jou gegund, hè, Nieuw? Dat bekertje stond in mijn kamer, ik zou niet zeggen. Ja, maar die had ik. Liefste mama. En daar zit in allemaal. Ja, daar had jij even eerder mee moeten wezen dat we geen make-up hoeven te doen. En nagellakjes. Oké. Leuk. Dankjewel. En dan een zakje thee. Ze weet niet kunnen drinken, want ruik. Ze is een beetje afgekomen. Zo.
Leuk, leuk, leuk. Kan die wel weer dicht? Ja, dat kan. Dan moet je heel sterk verwezen, mama. Kom op, mama, mama, kom op, kom op. Ja, goed zo. En welke naam? Mama. Doe die dan weer voor me. Deze? Ja. Eentje, dat kan bij die. Oké. Okay. Voelt het hard, man? Huh? Voelt het hard? Nee. Aan bedoel ik. Zo. Pinkpoten. Pap, kijk, anders kom je in beeld. Papa, ik hou nou die camera zo bij, want anders kom je in beeld. Ah ja, dat kon ik van daarin doen. De rest ligt de rest naar boven. Ik had het apart gedaan. Nee. Kunnen we hierin doen? De rest naar boven. Ook weer van mij gepakt. En er kwam er een dingetje in. Zal ik deze nou openmaken? Ja. Pap, ja, ik kom ook in beeld, hè? Ik kom wel. Ja, doe dat maar, doe dat maar. Ik vond wel leuk van die. Ja, ik wel best wel van... Wat is dat? Oh. Zo'n donkere kleur. Ah ja. Een XXL shine. Op gaat die. En welke nu? Nou, de rest doen we alle... Deze. Je moet ook toch zo het gedichtje lezen. Ja. Die wou je er zelf voor lezen, toch? Oh, oké. Okay. Nee. Wat dan? Dat is het gedichtje. Ja, die wou je er zelf voor lezen. Ja, maar die heb ik ook. Ja, voor het hebben we er een staaf van. Ja, maar dat maakt helemaal niet uit. Ja. Oké. Okay. Ik heb hem opnieuw geschreven. Ik heb ze getest. Heb je het niet afgehaald, Kit? Waar? Die is wel maakt me niet uit. Alleen nog verruimd. Hij ruikt heel erg lekker. Ja, ja, ik heb hem al geroken. Kijk, wacht. Nou, ik heb een amber. Maar dat zei ik toch. Daarom vroeg ik welk luchtje had. Wacht even. Ik had vorige keer ook lepel hier zo. Ja. Hier, bij mijn elleboog. Kijk even. Hier zo. Dat valt die. Nee, ik ga hem open. Moet ik openmaken? Ik heb nagels niet op de mooie. Nee. Ja. Oh, kut. Ik kan niet inzoomen. Ik heb nog geen luchtje op, dus ik kan gelijk opnemen. Oeps. Iemand staat een beetje op de vlog met zijn gezicht. Papa. Ja, hè. Dat zit plak, man. Nee, dat is niet. Dan ga je ook lekker ruiken. Ja, wat is dat? Dat is voor je lichaam. Shower gel. Ik weet niet of dat hier ruikt. Okay. Ja. Dus. Ga ik ruiken? Ja, ik doe niks. Dan mag ik even ruiken. Oh, die ruikt echt lekker. Oh. Wil je ook ruiken? Die ruikt lekker. Nee, mama heeft een nieuw luchtje. Ja, dan ruik je wel. Dankjewel. Ja, en dan nog deze. Oh, en mijn laatste. Dan moet je wel dat ook filmen. De laatste. Ja, ik heb dit nog voorlezen, toch? Voor de liefste mama. Als je een moeder hebt die altijd voor je vecht, nooit opgeeft en alles voor je doet. Ondanks de moeilijkheden van het leven. Als je een moeder hebt waarmee je over straat kan lopen en met trots kunt zeggen, dit is mijn moeder. Liefst Naomi. Dankjewel, Wifi. Alsjeblieft. En die ga ik even afhalen. Zo. En die gaan we hier bij zetten. Moet ze even opplakken. En dan deze. Oh, die zit wel heel goed zoals met plakband. Ja, dat waren aardig wat rollen plakband, denk ik, of niet? Dat is maar één rolletje. Okay. Maar die zit heel veel met plakband. Die wel, ja. Love you. Oh, okay. Ik moet het allemaal even afhalen. Oh, die is leuk.
Ja, je weet toch die home die ik bij de action had, want dan had ik het daar gepakt. Oh, dan moet je alleen even deze zijn. Dat is dan, ja, ik heb ze allemaal geknipt. Jezus. Kom hem er doorheen. Ja, ga af en over. Oh, het steekt er bijna open. Kijk uit, hè. Kijk uit, je pret hem. Dat gaat toch maar niet lukken? Nee. Geef jij. Geef jij maar klaar. Als de plaf, toch? Dankjewel. Ja, maar... Nee, dat is toch even nog eten. Oh, ik heb nog eten. Ja. Maar ik heb best lang. Leuk. Oh, je kunt zo ophangen. Het is gelijk van te klaar. Lekker voor je. Leuk, dankjewel, wijfie. Alsjeblieft. Ik was goed gewend door je. Ja, ik doe alles. Mil, jij moet zo filmen, want nu ben ik aan de beurt. Ik vind nog weinig. Ja, dankjewel. Ja, ik vind het wel een stukje waar. Oh, en Peter. Oké, dat is een rare doos, maar... De doos komt je volgens mij heel erg bekend voor. Ja, maar daarom heb ik dat weggetekend. Die doos komt je heel bekend voor, niet op letten. Oh ja. Die heb ik uit het hok gepakt. En die heb ik helemaal leeg gemaakt. Oh, lachen joh. Oh, wat leuk. Ja, sorry. Ja. Dat was eerst mijn doos, maar zij hadden andere kleinere doos. Dan mocht ze die. En hier zitten allemaal tekeningen in, of niet? Van jouw naam is zo. Oh, die naam tekeningen. Die iemand heeft al gemaakt. Ja, maar... Ja, maar het is wel leuk dat ik... Gaat om het idee, man. Gaat om het idee. Ja, dat is zelfs mijn. Ja. Nee. Heb je gelijk ook nog zo'n ding bij? Ja, dat mag dan. Oh, ik zie je gezond. Nou, we zijn weer klaar met alles. We hebben even weer aangekleed en alles. Want... Ja, we hebben net moederdag gedaan. Mama is heel erg blij met twee cadeautjes. Alleen ze heeft dan een enorme pijn. Ja. Dus ze zegt niet veel vandaag, maar... Hi, mam. Ja. Dus, ja. Nou, we zijn net weer klaar met de hoogvliet. We gaan naar af naar de wereld. We hebben allebei echt geen zin in. En de... Albert Heijn, wil je ook? Nee, ik ga niet Albert Heijn. Geen zin. Nee. Echt geen zin. Ugh. Kutpijn gaat niet weg. Kan ik in die kant? Ja. Nee, gewoon naar Little en Tyfus. Ja, zo hoort het. Zo, en we zijn nog steeds onderweg, ja. Ik heb de USB-stick aan. Wat hè? De USB-stick aan. Ja, zo. Zijn we onderweg. We gaan even naar Kubo, even kijken of die open is. Of nou, of er iemand is. Spullen voor de vaten, zou ik zeggen. Voor de vijver. En daarna gaan we naar huis. En dan ga ik gewoon een nieuwe afzetten. Zo, ik zit even in de auto te wachten. Ga je slapen, Ras? Ja. Wat toch op, je gek. Licht. Ron is even naar Kibo. Haagse Ibo. Het zit ergens in of Naaldwijk, weet ik veel. Wateringen, man. Het is Wateringen, nee, is Naaldwijk dit. Oh. Ik heb
heb alles gedaan. Pijn zakt wel, maar helemaal beurs. Maar je moet wel gezellig zijn, hè? Ja, gezellig zijn. Hoe kan ik nou gezellig zijn als ik bij mijn flikker heb? Ja. Maar heb je nog een vraag voor de dag? Vraag van de dag? Weet ik eigenlijk niet. Ik had er van de week wel eentje. Wat doe je als je pijn hebt? Ja, wat doe je als je pijn hebt? Dat is voor de hand liggende zaak. Dus of een dokter bellen of een aspirintje nemen, toch? Nee. Maar ja, wat doen jullie als je pijn hebt? Vraag voor de dag 1 is dat. Nee, je kan toch ook vragen van wat doe je vandaag omdat het moederdag is? Wat doe je met moederdag? Nou ja, mensen die een moeder hebben gaan langs de moeder, of niet? Nee, maar of dat nog iets leuks doen of zo, of een duinruil, Efteling of zo. Oké. Ja. Ik weet niet, ik had van de week nog een vraag, maar ik weet niet meer welke. Nou, als het erop komt, dan hoor je hem nog. Ja, wat doe je op moederdag, man? Dus, ga zo naar huis. ADO. Ja, jullie, ik niet. Jullie gaan naar ADO. Mijn batterij is leeg. Oh, mijn batterij is leeg. Ook nog. Laat het thuis wel even op. Doei. En ik heb het toch maar gedaan. Een korte broek. Oh my god. Not fun. Nee. Maar ik ga een stofzuiger naar het ballengat maken. En de wasophanger. Want het is gewoon super lekker weer. Nou, hallo. Ik vlog weer even. Ja, ik moet mijn haar vastzetten, maar ik ben mijn paarse. Oh ja, maar ik heb mijn paarse ezels. Ik ga zo even mijn haar vastzetten. En dan ga ik lekker even in de tuin zitten. Het is lekker weer. Vandaag. En mama is even de was aan het ophangen, want ik moet even snel praten, want de batterij is leeg, dus ja. We zitten eindelijk buiten, 3:30, mijn helper is klaar met alles. En het waait heel hard, maar het waait. Ik vind het winderig. Nou, ik zit nog steeds in de kreeg. Ook dat. Maar ik probeer het te genieten. Wow! Oh, wat is er? Wacht even. 2 wassen opvouwen. Zo, het is 7:00. En nog steeds crashende. En ik had verder ook geen zin om te vloggen. Ik ga het even lekker douchen en ik ga het lekker mijn bedje in. Ja. Ja, dat gaan we doen. Maar ik ben wel lekker verwend door de meiden. En we hebben verder wel een lekker dagje gehad. Maar ik ga nu even in chillstand. Dus. Bedankt voor het kijken. En tot van de week. Doei doei.